Maar ik kan ook tekeer gaan. Dat is zeker doen. Oh. Hey, zet ik laatst aan nog? Even de schoenen aan en dan gaan we naar de party. Yes. Vind je het spannend of helemaal niet? Nee, heb je gewoon zin in? Ja, ik ben benieuwd. Ben je benieuwd? Ja. Wat denk je dan wat er allemaal gaat gebeuren op zo'n feestje? Weet ik niet. Meisjesdingen? Ja. Dat zou wel leuk zijn, hè? En mama vindt het ook wel wat spannend hoor, dat jij voor de eerste keer een feestje hebt. Zo, let's go. Wat heb je allemaal in je tas? Wil je dat laten zien? Ah, oké. Okay, ik laat het even zien. Er zit in de tas 2 cadeautjes. Doekjes, want je bent natuurlijk een beetje snotterig. En? Een tekening. Oké dan. Eerst de kinderfeestje. Yes! Woensdagmiddag. Vianna is weg. We kwamen dus achter dat ze weggingen naar Monkey Town. Maakt het alleen nog maar spannender. Lamero is even met een vriendje buiten. Elias is naar een vriendje toe. Dennis is werken bij een klant. En ik ben dus helemaal alleen. Ik vind het wel lastig hoor dat Vianna nu voor het eerst een feestje heeft. Het is toch een beetje spannend. Ik weet niet, ze is zo klein. Wat vond je het allerleukste van het feestje? Dat ik naar Monkey Town ging. Wat leuk. Wat heb je gegeten dan? Bij Monkey Town frikandel en mayonaise erbij. En patat. Yes, dus je allereerste feestje was super, super, super leuk. Ja. Suus. Ja. Dat ik dat met hartjes voor muisjes zijn. En toen had ze dit er zelf in gedaan. Ah, wat mooi. En dit gaan mama eten. Ik dit. Yummy, yummy. Ik mag ook wat. Kijk, je knijpt iets en dan komt er lekker zuur uit. Zou ik een hapje nemen? Of ja. Zou het wel snoep zijn? Ik denk het eigenlijk. Is het wel snoep? We gaan eerst even lezen. Ik begon net op tijd te twijfelen. Dit is geen snoep. Mama had hem bijna in de mondje gedaan. Nou, kijk, trek er eens aan die kant. Hij is blijkbaar super stretchy. Lekker vies. Nou, die hoef je dus niet op te eten. We hebben hier 3 Pietjes en een heel lief klein meisje. Nou, dat is super gezellig, hè, sinds hij er is. Ja. Ik vond het nog wel even spannend als mama weggaat, maar ze komt al los. Nou, mijn zusje en ik waren vroeger best wel boefjes. Aanlaat. Maar hier onze kinderen. Aanlaat. Aanlaat. Onze kinderen zijn net zo. Wij zijn hier natuurlijk gezellig met Cincy, maar Dennis is iets veel spannenders aan het doen en dat ga je nu zien. Onderweg naar Mitchell van der Brink en zijn vader Martin. De man doet mee aan de Dakar Rally, ook dit jaar weer. Dat is de zwaarste rally ter wereld. Beide doen ze mee bij de categorie trucks. Mitchell, dat wordt gewoon de kampioen hoor, van 2024. En ik ga eens even bij ze kijken. We gaan leuke dingen doen. Zo, we gaan even naar een terrein toe om de Dakar-truc van Mitchell te testen. Ik zit hier samen met Jurre. De cameraman. Hij gaat dikke content schieten. Mooie bril op. Wij zitten in de buggy. Dus wij kunnen ook tekeer gaan. Dat ga ik zeker doen. We'll be right back.
zijn we dan. Lekker man. Wat vond je ervan? Ja, kikken. Ja? Mooi hoor. Ja. Ja. Genieten. We zijn net even een rondje mee geweest met Mitchell. Jill is erbij. Klap erop! Hele beleving. Mooi, hè? Ja. Hey. Naar het feestje van mijn nichtje. Nou, niet het feestje, maar die is Kiana. Kiana. En hoe oud wordt ze? 8. Oké, let's go. Kiana is er natuurlijk niet. Dennis is nog aan het werk. Morgen is eigenlijk het echte feestje, maar... Waarschijnlijk zijn jullie dan bij papa. Het ligt er een beetje aan hoe laat hij jullie ophaalt. Dus gaan wij nu alvast even. Mm-hmm. En vandaag is ze echt jarig. Dus let's go! Morgen krijgt ze nog meer cadeautjes. En nu krijgt ze even wat kleins. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Zal het wel goed herhalen? Happy birthday! Gaat snel. Hij zit niet weer te vreten, hoor. Oh. Hier. Oh, daar is het oude papaatje. Oude papaatje. Gefeliciteerd. Dankie. Elias doet het werk voor mij, dan hoef ik niks meer te doen. Ja. Ik heb het eerste oortje klaar. Waar zijn we? Natuurlijk weer bij voetbal, hè. Zo, vanmorgen natuurlijk voetbal. Hoe ging jouw voetbal? Goed. Ja? Ja, alleen vorige week ging het beter. Ja, dat vond ik ook. En Vienna, waar kom jij vandaan dan? Van een feestje, natuurlijk. Van een feestje weer? En weet je wat ik heb gemaakt? Wow. Olaf. Die heb je mooi gemaakt. Ja. Mars. En nog een snoepje. Nou, wat fijn voor mama. Dankjewel. Voor mij? Mag ik wel een van deze? Nou, Elias, ik ga jouw haar doen. Ja, nou, we gaan de pietenkleren aandoen en dan gaan we gauw naar Sinterklaas. Wil je erheen of niet? Ja. Oké. Okay. Ja, we gaan naar Sinterklaasje. En de pieten. Ja, ik hoor het al. Oh, ze gaan die kant op. Kom snel. Ja, ik ga meteen klaar. Ik zie nog een piet staan. Zie je al Sinterklaas? Dat is leuk, een eerste Piet. Niet in de zak stoppen hoor. Nee, maar niet. Nu zijn al in Spanje geweest, heb ik gekregen. Ja, dan hoef je niet in de zak mee in Spanje. Sinterklaasboek. Ja. Oh, dat is cool. Even de pieten te zetten, in Spanje. Wat doen ze? Kijk eens, deze Piet, hé. Wat een leuke Piet. Thank you.
ik er even op letten? Nee. Nee, 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 nee. Ze gaat er wel op. Twee letters. Ik heb een F, ik heb een C en een B. Ik de N en de M. Met de B van Bob. Bob? Ja, vanavond is hij de Bob. Ja. Dankjewel, Piet. Alsjeblieft. Lekker. De B van Bolle Mannen. Oh, wat mama, was die het feest alweer? Hij is ook naar jou lekker gekeken. Lekker, hè? We gaan kijken welke groter is. We gaan kijken welke groter is. Nou, die van ons is even dik. Mijn schoten. Ja, maar een stukje van mij zit in jouw mond. Dat is niet zo leuk. Ja. We zijn hier thuis, op thuisbasis van Euro Reddingsport met de enige echte Mitchell van de Brink. Nee, yes, Mitchell van de Brink. We gaan hier een rondje mee rijden in de woestijn. En waar? In Saudi-Arabië. Dakar, toch? Ja, de Dakar Rally. Zitten in de truck inmiddels? Nou, we hebben hier een systeem in zitten. Hier zit de navigator, die krijgt twee van die grote tablets voor zich. Ja. Die kan dan eigenlijk alles zien waar we heen moeten. Dus die vertelt dan waar we heen moeten rijden. Dus we hebben hier dan een scherm en dan kan de monteur eigenlijk alles op zien. Dus alle metertjes, de luchtdruk, de keteldruk, de turbodruk. En als er dan iets niet goed is, dan kan hij dat zien en dan kan hij ja, daar een analyse van maken. En zeggen van, goh, we moeten harder rijden of zachter rijden. Dus dat kan hij allemaal zien. Wat we hiernaast zien is het bandenaflaatsysteem. Dus als wij in de duinen rijden, dan moeten we de banden heel erg aflaten. Dus dan nou, laten we de banden van bijvoorbeeld 4 bar af, dus dat is de luchtdruk, af naar 2 bar. Waardoor de loopvlak veel breder wordt, want die band die wordt zachter. Oh. Dus dan heeft hij meer draagoppervlakte en dan kan hij beter over het zand heen rollen. Dan gaat hij niet graven, maar dan rolt hij eroverheen. Er zit een hele techniek achter. Ja, dus dat is heel belangrijk dat je dat goed doet. Want als je te harde bandenspanning, als je daarmee de duin in gaat, dan kom je gewoon gelijk vast te staan. En dan is het gewoon eigenlijk gelijk klaar. Dit is nu het, kijken. Vijfde jaar denk ik? Nee, je wordt zesde jaar volgens mij. Hoe oud ben je? 21. Doe normaal! Ja. En elke keer met de truck? Met de truck, ja. Ja, zeker. Ja, 2019, 20, 21, 22, 23 en nu wordt 24. Ja, wordt de zesde keer, ja. Oh. Ja. Doe normaal. Vier keer zelf rijden. De andere twee keer heb ik als monteur ernaast gezet, dus zat ik op deze plek ervaring op te doen en om te zien hoe het eigenlijk allemaal werkt. Wij zijn fan, hè? Ja, ja, en Dennis is trouwens supporter. Ja. Die doet altijd de mooie dingen voor ons maken. Ja. Dus we moeten het echt van ons allen hebben. Ik bedoel, we zijn een vrijwillig team, 25 vrijwilligers en 4 man die er overdag fulltime mee bezig zijn. Dus je doet echt met z'n allen. En ja, al die mensen die hier zijn, die maken het voor ons mogelijk. Dus we zijn echt één team. En dat maakt het zo mooi. Open dag! Heel veel reddingsport. Ja, wij gaan hier even een feestje vieren. Ja. Ja, jullie hebben het gezien. Ik ga Mitchell vooral volgen, hè, bij het Dakar. Volg ze tijdens de Dakar Rally. Begin januari gaan ze van start. En dan, Vorige keer ging die ook erg goed, toch? Ja, zeker. Ik weet niet meer hoeveel ze die schijnen. Ja, die jongens doen er hartstikke leuk mee en dit jaar worden ze kampioen. Mitchell is gewoon echt gewoon zo'n sympathieke, aardige jongen. Ja, ik gun het hem echt. Ja, zeker. Sowieso daarom al. Ja. En hij is gewoon hartstikke goed. Hij doet er alles voor, dus... Hard werken, bloed, zweet en tranen, maar ze gaan wat moois neerzetten. Hè? Gaat volgen. Yes, wij zeker. Ook, hè? Goed veren? Ja. Soms moet je even over die grens. Ah ja. Even grenzen verleggen. Zijn er geluk? Was wel weer genoeg voor vandaag. Goedemorgen, het is maandagochtend. Leuk weekend gehad, nu weer volop aan de bak. Het
weer is om te huilen. Regen en kou en ellende. Maar met een dikke bus op pad van mijn zwager. Naast de websites doe ik af en toe ook wat ontwerpdingetjes. En daarbij ook wel eens wat drukwerk. En dat gaan we nu afleveren bij een klant. Met zijn 8 aardige dozen. Dus die passen niet allemaal in de auto. Nou, wat zeg ik? Ik heb nog geen eens zelf een auto. Dus in Vera's auto past het in ieder geval allemaal niet. Dus een busje geregeld. En gelukkig heeft mijn zwager een bouwbedrijf. En die was zelf wel aan de bak, maar die heeft meerdere bussen. En waarvan eentje nog op de zaak stond. Dus die kon ik gelukkig meenemen. Dus ik ga gauw alle dozen inladen. En dan hiermee op pad. Welkom bij je... Denk ik. Nou, hier zien jullie dus onze maandagmiddagactiviteit. Het was super gezellig en wel heel veel werk, want het was niet in de middag klaar. We moesten er 2 middagen voor uittrekken. Maar uiteindelijk is de surprise heel leuk geworden. En waarschijnlijk dat we nog een keertje dat laten zien in een Chocaloca video. Het is dinsdagmiddag. Ik ben net naar accordeonles geweest. Oeh, dikke auto. En we hebben ook cadeautjes gehaald. Voor in de surprise. Voor in de surprise, ja. Ja, en dat is onze hele week een beetje, hè? Ja. Voorbereiden. Het is dinsdagavond. Lamero is aan het voetballen. En wij gaan even kijken bij de kruidvat, hè? Ja. Eens even kijken wat ik allemaal aan Sinterklaas moet vragen. Wat jij allemaal leuk vindt. Ik denk eigenlijk niet dat het voor kinderen is. Kinderen hebben toch geen make-up op. Mama, kijk eens. Mama, kijk iets lekkers voor jou. Ja, dat is het ook wel. Ik wil de unicorn. Zo'n Barbie. En zo. Dat is een huisje. Snoepjes. Oh, deze wil ik. Wat is dat dan? Memory. En die wil ik. Elia, als je echt iets ziet dat je zegt ja. Deze wil ik van Sinterklaas en nee, mama. Dit is wel toch? Nog deze. Groentje. Ja. En deze. En die. Deze voor mij. Ja, echt hè. Zij vindt alles gewoon leuk. Ja, deze wil ik. Ja, jij doet alles. Dat weet je. Dan kan je de haren leuk maken. En deze meisje. Die vind je leuker? Ja, deze niet. Oh, maar zien Sinterklaas. En deze. Oh, oh. En deze. Oh, oh, oh. Stop, stop, stop. Nee, stop hoor. Nee. Die ook. Nu is het genoeg. Deze wil ik ook. Zand. Ja. Jenna. Ik weet gewoon niet, mama. Nee, ja, ik vind het voor jou ook heel lastig. Lamero hebben we weer opgehaald. We gaan lekker naar huis. En? Slapen. Schoen zetten, jongens? Ik weet ja! Ik zal niet weten wat ik krijg als ik krijg. Oh! Wow! Wow! Yes, lekker! Hans, die steentje is... Heb je die nodig? Nee. Ja, maar nu gaat Lamero niet meer scoren. Nee, jouw handschoenen daar. Yes, nieuwe! Wat? Wow. Wat is dat, joh? Oh, die zijn lekker warm. En had je die ook nodig, Lamero? Ja. Yes! Wat? En wat heb je daar? Lekker wassen. Lekker pepernootjes. Ik ben een pluim. Yeah. Ik ben een oom. Wat zeggen we dan? Ik pas de schoenen over. Dank je Sinterklaasje. Ja. Hé hey, jongens, gisteren heeft het gesneeuwd. Kijk daar op het dak zie je het een beetje. Maar het heeft ook geregend vannacht. Ik wou jullie helemaal gaan bekogelen met sneeuwballen. Maar... Ik ga jou wel lekker bekogelen. Luidelijk. Dat is niet echt veel sneeuw meer. Gisteren lag er veel meer hoor. Hé, hey, de meeste meisjes uit jouw klas kunnen al losfietsen of niet? Wij moeten even goed oefenen. Ja. Gaas! Wat zei je? Niks. Ik weet niet wat hier gebeurt, maar ik vind het een klein beetje apart. Allemaal rare spullen. En?
allemaal soldatenauto's. In een speeltuin. Kijk eens dan. Ja. Goed zo. Ik zie ook niemand erin zitten. Wou we het in de gaten, Vienna? Hè? Wat gaan we maken? Een surprise. En de woensdagmiddag gebruikten we voor de surprise van Lamero. Ook veel werk, maar hij is hartstikke leuk geworden. Donderdagochtend. Het is alweer bijna weekend. Ik breng deze kleine meid even naar school. Ik wil graag op de fiets. Nou, dat is wel goed, want ze moet natuurlijk een beetje van die zijwieltjes af. De jongens zijn al naar school. Dennis is lekker een paar dagen in zijn eigen huis, want die wil gewoon even lekker doorwerken. En met de kinderen eromheen, dan is hij toch steeds afgeleid. Ik ben onderweg naar Vienna. Ik heb even dit meegenomen. Jullie gaan zo zien waarom. Nou, vanmorgen zijn we natuurlijk al bijna een paar keer gevallen. Dus heb ik deze meegenomen. Kan ik ze eraf halen? Wil je zonder zijwieltjes? Oké, grapje. Dat doen we ze extra vast, want deze die was helemaal los. Dus ik heb gelijk ook de goeie te pakken. Dat is toevallig. Nou, nu kan je weer gewoon fietsen. Hoeft mama je niet zo te helpen. Wel een beetje doorfietsen, hè? Deze liefde is er ook weer bij, mijn schatje. Ik heb een schoen wat gestoord. Ja? Gaat je er wat in? Nee, tuurlijk niet. Oh, nu heb je hem pas gezet. Dus morgen. Ja. We moeten nog allemaal gedichtjes maken, Elias. Ja. Heb je er zin in? Nee. Lamero die is natuurlijk alweer naar huis gefietst. Moet ook gedichtjes maken. Aan het begin is gedichtjes maken niet zo leuk. Maar daarna liggen we misschien wel in een deuk. Oh. Niet leuk? Nee. Lamero is ook gezellig van school afgekomen, maar hij zit laag. Ga je even een broodje hagelslag. Lage suiker. Hij heeft natuurlijk diabetes. Dus... helaas, heeft hij er last van? Wat is dit? Een panda bierknuffel. Wat is dat, joh? Heb ik van school. En u? En want ik ging mijn vinger opsteken, want de juf zei, iemand mag, iemand anders die hem nog niet hebt gehad, mag Pietje mee. En ik Pietje? Ik had hem nog nooit... meegenomen. Ah, wat gezellig. Nou, gezellig dat je erbij bent, Pietje. Of niet? Ja. Ga je er goed voor zorgen? Ja. Nou, mooi. Hij is er weer gezellig bij. En we hebben even wat boodschapjes gedaan. Ja. Heb je lang niet gezien? Ja, dat was even een paar dagen geleden weer, hè? Lekker doorgewerkt, druk hoop ik. Druk met werk, ja. Ja, zeker. En zometeen weer. Nog even doorstrijden. Maar we hebben wel iets leuks ook. We hebben een computer die binnenkort binnenkomt, dus mag ik editen en kun jij gewoon doorwerken. Dat maakt het allemaal een stuk makkelijker. Dus, doorknallen, kunnen we extra gas geven. Ja. Nog meer. Het is weer vrijdag en er is wat binnengekomen. Kindjes zijn lekker op school, Vienna alweer bij opa en oma. En ik was net aan het editen hier. En iemand zat helemaal naast mij te stressen, want die wilde ook werken. Op dit laptopje is dat niet te doen. Dus even een nieuw scherm. Even een nieuw scherm. Het is helemaal top. Het is hier wel één grote bende nog. Voor dat Sinterklaas gebeuren is het gewoon helemaal ontploft hier. Maar dat komt wel weer goed. Zeker. En nu even werken en editen. Dan kan het mooi tegelijk. He, dat is top. Ja, staat in ieder geval helemaal deze tafel vol. Nou ja. Hopelijk binnenkort even een kantoortje ergens maken hier in het huis, hè? Ja. Het leuke is wel, Dennis die gaat natuurlijk wel eens naar klanten. En hij neemt dus altijd zo'n scherm mee in de auto en alles. De klanten waarvoor die werkt, die weten dat. Daar komt hij aan met zijn schermpje. Normaal komen mensen gewoon met een laptop, maar deze komt gewoon met een heel scherm aan. Ja, dat is net zo makkelijk. Dus moet je naar zo'n klein schermpje zitten staren, kun je bijna niks zien. Kijk nou, joh. Het begint op werken te lijken nu. Ja, wij hebben meestal het gordijn trouwens dicht. Want ik loop er dan nog lekker in mijn pyjama bij.
Ja, waarom nou ook mijn aankleden als ik gewoon lekker achter het scherm zit, toch? Het is lekker warm. Nou, het ziet er mooi uit. Ja. Kunnen we zo lekker werken. Zaterdagochtend, we zijn op de voetbal. Amero moest vroeg uit voor Elias en we gaan nu even kijken, eerst bij hem. Ik heb al 100 lagen kleren aan. Hopelijk krijgen we het niet koud. Lekker een goal, Amero. Wat was jij aan het doen? Een omhaal. Dat was even een lucky shot, hè? Hoe word je genoemd nu? Ronaldo. En ik deed nu 2 keer. Je hebt 3 keer gescoord. Ja, dat is een hele goede wedstrijd voor jou. Eentje met hoofd. Lekker bezig, jongen. Die andere had ik niet. Zo leuk, mag even kijken. Zeker weten. Elias. Heeft Elias gewonnen? Nee. Elias had vandaag niet echt zijn wedstrijd. En Lamero heeft helemaal zijn wedstrijd. Zo. Inmiddels zijn dit onze zaterdagen. Standaard zaterdagen. Dennis doet nu werken. En ik doe editen. Ja. Dus. Weet je wat ik van Sinterklaas heb? Nee. Nagellak. Nagellak. Toen ik was bij de plus, had ik daar pepernoten gekregen. Heel veel pieten. En die gaven mij pepernoten, snoep en chocola. En toen zat er een cadeautje in en dat was dit. Die was heel mooi. Ja. Elias ook al lekker aan het chillen. Ga je lekker chill dag jou, Elias? En Lamero is ook aan het chillen natuurlijk. Op de computer. Oh ja, vuurwerk waren je net aan het afsteken. Kijk eens hoe hard ze werkt. Super knap, Vianne. Nou, we hebben hem af, Elias en Vienna. Ja. Hij is mooi geworden, hè? Ja. Dus dit is die van Elias. De cadeautjes zitten natuurlijk hierin. En die van Lamerootje. Nou, dit is een cadeautje. Hier zit een cadeautje in. En ook nog hieronder. Dus, we zijn blij dat het allemaal klaar is, hè? Ja. Want vinden wij surprises maken leuk? Ja, een beetje. Soms. Wat moeten we nog wel doen? Gedichtjes. Ja. Dus die gaan we nog even vanavond, denk ik, maken. Maar nu gaan we... naar oma. En wat gaan we er doen? Sinterklaas vieren. Sinterklaas vieren. Yes. En ik ga mijn pietenpak aandoen. Ja, dat gaan we nu aandoen. We zijn onderweg. Yes, naar de Pieterparty. Pieterparty. Mama heeft een pruik op. Ja. Pruik? Ik dacht dat dat een nieuwe Piet. Kapsel was. En mama is een echte Piet. Pieterklaas. Oh! 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 Hij brengt ons Sinterklaas, ik zie hem al staan. Hup, 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 en nu draaien we in ons alleen alweer. Ga jij je filmen? Ja, ja. Ja, hetzelfde liedje. Wow, 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 wow.
cadeautjes. We zijn hier niet geweest. Ja, heel erg. We gaan beginnen. Cadeautjes. Ja. Lachen. Zien ze lachen? Lachen en lachen. Hey, Sinterklaas staat er nog. Nou, Ben. Krijg ik ook een cadeau? Ja. Ik dacht van mama, staat was geweest. Ik dacht dat ook. Zullen we het samen openen? Hey, Maila, jij mag zo pakken. Vlugje. Sinterklaas, dank u wel. Dank u wel. Ja, zeker. Dank u wel, Sinterklaas. Ik mag zo, let's go. Die heb ik bijna niet. Oh. Zo. Mag ik? Zo. Gelukkig. Deze had ik op mijn verlanglijstje! Oh, yes! Ik had hem net gezien nog! Wat een slim! Wow. Dank je, Piet! Hij wist het zeker al welke het was. Ja, dat wist ik al. Yes. Oh. Hey! Die moet ik hebben. Dan ga ik even hier zien met jou. Wat is mij anders met kleurenvullen? Wat is dat, Bart? Van dingen. Oh, wel leuk. Heel leuk. Ja, dat is grappig. Laura heeft nog niks gekregen, of wel? Heeft hij dan niks? Nou, ja, je is wat, Laura. Ja, wij allebei niet. Laura? Ga ik ook zo zitten. Oh, jij ook nog hier, Romy. Zijn jullie niet zo lief geweest? Denk het. Wow. Lekker naar Spanje. Lekker bezig, Piet. Lekker bezig, Piet. Wat heb jij? Nou, ik heb twee zien. Wat twee zien? En jij dat? Wil jij ja, Pokémon kaarten! Pokémon! Ja, Pokémon! Ja, dat is een goeie. Oh, en wie zijn onze? Oh, daar zit een jongen in. Mama! Ja, maar dat is de rust is wedergekeerd. Waar gaan we mee? Heb je hem al? Zegt dat. Oh, ben je wel snel, hè? Wauw. Nu gaan we door met ja, geel. Nou, iedereen is lekker bezig. Dat was een geslaagde Sinterklaas. Het is alweer het einde van de vlog. Vond je deze video nou leuk? Abonneer en like dan zeker even. Doei! Doei.